Hier aan het Brilschanspark in Berchem kan je over deze brug vlot de Antwerpse ring oversteken. Te voet dan wel, want op deze vernieuwde fietsersbrug mag je eigenlijk niet fietsen. Doe je dat wel, dan riskeer je een boete van €55. U weet het of u weet het niet, maar u bent in overtreding. Is dat waar? Oei, dat is toch een fietsersbrug, een voetgangersbrug? Oei, ik mag er niet over fietsen. Totaal niet bedoeld u. Dat is helemaal absurd. Jullie doen het goed, want jullie mogen hier niet fietsen. Je moet hier afstappen. Ja, ik vind het heel stom. €900.000 uitgegeven en dan we mogen niet eens fietsen. Dat is een beetje raar eigenlijk. Hè? Is dat de reden waarom dat je bent afgestapt? Nee, ik heb net een klein technisch probleempje gehad. Mijn fiets is kapot. Daarmee of anders, ik zou wel fietsen. Uiteindelijk, ik fiets er al 10 jaar, waarom nu niet? De brug werd zo pas vernieuwd. De renovatiewerken duurden 10 maanden en kostten maar liefst €900.000. Maar officieel is dit dus een voetgangersbrug, want de leuningen zijn te laag en de hellingen te steil voor fietsers. Zo klinkt het bij het Agentschap voor Wegen en Verkeer. Dat was ervoor toch ook. Die was toch ook laag. Die leuningen was even laag. Ik zie niet waarom dat nu niet mag. En wie zegt dat? Stadsbestuur of... Agentschap Wegen en Verkeer. Dat is mijn gedachte. Dat is absurd. Ik vind het gewoon absurd. Anders is die verbinding zal niet veel succes hebben. Hè. Die vorige brug heeft hier misschien meer dan 20 jaar gestaan. We waren er ook op aan het fietsen. Hè. Die steentjes die begonnen er allemaal uit te komen. Die brug, als jij erop stond, dan die bewoog echt letterlijk en figuurlijk. Hè. Je kon dat voelen te voeten of met de fiets. Nu hebben ze een mooie brug gemaakt en je mag niet fietsen. Voorlopig afstappen dan maar en afwachten, want in de toekomst komt er 500 meter verder een nieuwe fietsbrug.